Wij zijn wat blij dat wij al de collega's vanavond nog eens bij ons te gast mochten hebben op deze laatste dag van het jaar. Wij zitten nog altijd in een gezellige Brusselse kroeg en u merkt het, ondertussen is al aardig wat volk bijgekomen. En nu, ik heb maar één woord voor het enfant terrible dat we nu op u loslaten. Oei, Jacques Vermeyre. Dames en heren, hier is hij, de reizende zon van de humorindustrie, de kampioen interessant lullen, de held van het rubberen gezicht, u aller Jacques Vermeyre. Ik ben een mentalist. Wat ga ik doen? Ik ga nu mentaleren zonder mij te generen. Ik ga nu een zeer speciale truc doen. Wat ga ik doen? Ik ga met naald en draad doorheen mijn lichaam steken. Mag ik vriendelijk vragen om niet te lachen? Het doet geweldig veel pijn. Maar wees gerust, ik gebruik mijn vlees, niet het uwe. Ik ga nu beginnen, dank u vriendelijk. Zeer speciale truc, niet gemakkelijk. En nu de truc. Ongelooflijk, maar Gilbert! George, deze morgen terug, hè? George, ik breng dat morgen terug, hè? George, George, ik breng ze morgen terug, hè? Enigszins verlegd, maar naar mijn gevoel is het toch een minste vorm van beleefdheid wanneer men zich deftig aanbiedt, wanneer men solliciteert voor een betrekking. En in tegenstaande uw argumenten ben ik toch zeker dat iemands uiterlijk erg belangrijk is. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die daar zo over denkt. Dus, wat is nu, maat? Ja of nee? Wilt je nu de job als maatschappelijk werker of niet?